Goedemorgen. Ik heb een Shop My Stash gedaan net. Even, snel. Die heb ik allemaal hier liggen. Ga ik met jullie delen natuurlijk. Vind ik leuk. Niet omdat het moet, maar gewoon omdat het leuk is. Wat ik wel heb gehouden is de Catrice Crib & Putty Primer. Want die wil ik echt gewoon opmaken. Om een beetje hier bij het begin van je wangen, zeg maar, de textuur weg te halen op mijn lippen en op mijn kin doe ik dat. Op mijn neus heb ik het ook gedaan. Er staat een husky te joelen in de tuin. Hallo, hallo. Normaal gaat die mee met Dennis naar kantoor. Maar Dennis is zeg maar extern vandaag. Dus ja, dat... shit happens. Voor concealer heb ik de It Bye Bye Under Eye. En ik weet niet of het aan mij ligt, maar ik vind hem altijd heel dik. De mijne is echt heel dik. En omdat er geen... Ik heb de neiging om heel hard naar beneden te roepen, Lou, hou op. Ik zoek ondertussen even een kwast. En ja, we hebben 200. Die andere gaat dan ook mee natuurlijk. Maar Dennis werkt voor een... We hebben een eigen bedrijf. Waarbij Dennis zeg maar... ingehuurd wordt. Hij doet kleinere projecten. Zoals gewoon bij iemand thuis de laptop installeren of zo. En hosten en dat soort dingen. En... dat is echt te gek. En we doen ook, hij doet ook, dus voor grotere projecten inhuren. Dat loopt gewoon naast elkaar. Ik heb de, zal ik deze doen? De It CC Cream. Maar die is te licht voor mij. Te donker bedoel ik. En dit is de Light. En die is echt veel te donker. Ik ga het gewoon proberen met de spons. Okay, zie je? Die is echt veel te donker voor mij. Heel bijzonder vond ik dat. Dat die zo donker is. Misschien valt het mee als ik hem heel erg uitsmeer. Er zit een haar voor mijn oog. Ja, goed. Dus dan is die extern en dan is die niet op ons eigen kantoor. Dus dan neemt hij ook geen honden mee. Dat lijkt me logisch. Oké, als ik het heel erg... Het is donkerder op, in het echt dan op beeld. Maar wel heel mooi. Oké, eerlijk. Even een lampje bij. Ja. Als je een klein beetje doet met de spons, dan valt het mee. Maar ik nog steeds heb ik zoiets van, hoe kan dat? Want stel je voor dat ik nu meer dekking zou willen, bijvoorbeeld hier. Dan wordt hij gewoon echt donker. Dat is gewoon, ja, ik weet niet. Oké, als blush heb ik de Revolution
Fast Blush. Vast, er staat vast een kleur op. Wacht even. Cream color for lips and cheeks. In de kleur blush. Ja, het zal. Ik doe nooit gelijk zo. Ik doe altijd gewoon eerst even... Het is niet zo donker. Het lijkt heel intimiderend. Maar het valt mee, zie je dat? Ik vind het een hele fijne blush eigenlijk wel. Wat heb ik nog meer? Ik heb een Max Factor potloodje gepakt. De Real Brow. Fiber Brow of zoiets. Even kijken wat dit doet. Ik denk dat ik hem even wil slijpen. Ergens. Nou, nu even niet. Hij is wel een beetje dun, hè, deze wenkbrauw. Even fixen. Ik wist niet eens dat ik dit potlood had, joh. Helemaal goed. Wat ik gehouden heb, is mijn Maybelline potlood. Nee, dat is een oogpot, een wenkbrauwpotlood. Mijn Maybelline potlood voor te tightlinen. Je hoeft niet echt, ik vind het vreselijk om te doen hoor, maar je hoeft niet echt, als je een zacht potlood hebt, dan kun je woep doen en dan is het klaar. Dan doe ik ook even de binnenkant. Gebruik daarvoor iets wat aansluit bij je eigen huidskleur. Niet wit of zo, dat is niet... En mijn Chanel... Die is bijna op, zie je dat? Oh. Dan hoop ik dat ze hem nog hebben. En dan doe ik hem even een beetje aan de onderkant smutsen. Niet dat dat nu hoeft. Ik heb ook een Radiance bronzer. Maar ik denk dat het goed is zo. Dus die gaan we niet gebruiken. Wat had ik nog meer gepakt? Ik had gepakt de Revolution zo'n brush palette. Op zich ben ik niet zo van de palette. Maar, of paletten. Maar goed, ik dacht ik ga die wel een keer gebruiken. De Revolution Eye Chrome. Maar ja, goed, vandaag niet. Nou, de primer dan. De poeder. De Halo poeder. Dus toch wel een van mijn favorieten, moet ik eerlijk zeggen. Oeps.
En dat is niet omdat ik niet van de glow hou. Maar niet van een plakkerig gezicht. De glow komt zo meteen terug. En ik doe niet zo, maar ik stamp het echt heen. Ondertussen zit ik onder de poeder. Ja. Weet je, het gaat me een beetje eigenlijk om dit stuk. Als dit stuk maar droog is. Dat vind ik eigenlijk het belangrijkste. En dan neem ik een fixing spray. Dit is van Catrice, die Hyaluronic Fixing Spray. Die ben ik aan het opmaken. En dan even wappen. Weet je, op die manier blijft alles een beetje kijk, daar komt de glow weer. Ook omdat de poeder van Elf een klein, subtiel, tenminste, zeg maar niet, het is niet glanzend, maar het maakt niet mat. Zo, die kan ook af. Die glazen zijn helemaal nat geworden. Ja. Even de wimpertjes krullen. En dan heb ik een Lash Paradise in het bruin. Waarschijnlijk heeft ze lopen spelen met iets in de tuin, want ik hoor het niet meer. Zo. Een klein beetje. Op de onderkant. En nog een laagje op de bovenkant. Ik krijg allemaal appjes nu. Dan kan ik zeg maar de eerste woorden van het appje zien. Want ja, Dennis is naar Amersfoort. En Wessel is naar Eindhoven voor zijn stage. Met de nieuwe auto. Nou ja, nieuw man. Wessel had een mini. En die is kapot gegaan. En die was echt niet meer te maken. Dus toen moest er een andere auto komen. En toen had Dennis zoiets van, nou, dan gaan we iets kopen. Wat ik ook leuk vind, want Wessel hoeft nu toch niet meer naar school, zeg maar. Wat ik vergeet is een poeder voor mijn onderogen. En dan wil ik graag de It Bye Bye Under Eyes. Nee, Bye Bye Pores. Gewoon een mooie vaste poeder. Oké. Okay. Die lippen. Wessel is naar Eindhoven, want ze gaan voor zijn stage een evenement opbouwen. Ik weet het niet precies. Ik gebruik de Max Factor. Kijken of ik nog wat kan zien door die bril. De Max Factor Color Elixir Lip. In de kleur Brown and Nude.
Zo. Wat ik dan vaak doe, is even zo, zeg maar, naar binnen smutsen. En dan wil ik vandaag de, daar gaan we weer, de Kiko Milano, dit is de Unlimited Stylo in de kleur Rosetto. Dat is de kleur 01. Dat zijn zeg maar deze lippenstiften. Cool. En dan is dit de kleur. That's it. Zonder praten. Dit, ik ben nu 16 minuten bezig. Maar ik ben aan het praten en aan het doen. En aan het zoeken. En, zou ik dit in 10 minuten kunnen? Dit is een soort no make-up make-up look. Denk ik. Ik hou ervan. Ik doe niet altijd zo'n neutrale lip. Ik heb ook heus wel rode lippen of iets dergelijks. Maar nou, nu had ik zin in dit. Dat was hem. Shop My Stash, Get Ready With Me. Een beetje gecombineerd. Leuk dat je gekeken hebt. En naar mijn hobby YouTube kanaal. Mijn horloge is nog niet om. Ik hoop dat het goed met jullie gaat. Wees lief voor elkaar en jezelf. En dan zie ik jullie bij het volgende filmpje. Dankjewel. Doei. Mwah.